Goedendag allemaal. Mijn naam is Jacob Jan Bruinerszoon en ik woon hier in deze omgeving op een hofstede waar ik ook werk. We hebben hier een gebied tussen de Bakkenessegracht en het Spaarne, wat buiten de wallen van de stad Haarlem ligt. Het gebied is vroeger regelmatig overstroomd geweest, maar gelukkig gebeurt dat de laatste tijd niet meer. Wat doen we hier? We hebben een weide, we hebben korenvelden en tuinbouwgebied. En wij hebben zelf een paar koeien en we telen ook graan. Dat gebied dat ligt net buiten de stad, zoals ik zei. Maar de stad Haarlem die begint langzamerhand uit zijn omwalling te groeien. En wil dit gebied ook weer gaan gebruiken als bebouwd gebied, dus woningbouw. Je ziet ook overal hoopjes zand, mest, veen, waarmee ze het gebied ophogen om een goede fundering voor de toekomstige huizen te krijgen. Ik heb een hele onrustige nacht gehad en daarin kwam een droom voor. In mijn droom zag ik dat het hele gebied volgebouwd was. En er stond ook een nieuwe kerk. Maar er was toch ook een gasthuis daar? Dat gasthuis voor pelgrims en voor zieken? Nou, ik hoop dat het er nog is. Ik zag dat de kerk eerst geen toren had. En in een tweede beeld zie ik dat er wel een toren is. Er staat erachter ook nog een toren. En die is al klaar. Dat zal de toren van de Bavo zijn, waar al bijna 150 jaar aan gebouwd werd toen. Betekent ook dat het goed gaat met de stad. En dat ik hiermee eigenlijk mijn verhaal wil afronden. Ik dank u allemaal voor uw aandacht.